Hoe beoordeel jij deze wedstrijd, Ronald Koeman? Nou, in het begin hadden we het moeilijk. We waren verrast door de manier van spelen van Vitesse. Aan de andere kant een compliment voor ons, want ze passen zich aan met twee aanvallers en Prupper op de linkerkant tegen Jan Maat. Nou, wij hebben dat omgezet met Immers en Leerdam. Maar toen kwamen we beter in de wedstrijd en toen hebben we onze momenten gehad. Maar vooral de tweede helft waren we veruit de betere ploeg. De betere kansen. Alleen ja, dan maak je dat niet af. Ja, dan is het een 0-0 wedstrijd. En dan is het extra pijnlijk dat je hem uiteindelijk verliest. Ja, juist omdat jouw verdedigers het vandaag goed deden. Matthijs uitstekend, Nederland bij Vlagen goed. Ja, nee, dat stond verdedigd. Heel goed. We hebben geen kans weggegeven. De goal valt ook eigenlijk niet echt uit een kans. Een uitgespeelde kans. Reis, dat was een uitgespeelde kans. Misschien was het buitenspel, weet ik niet. Maar dan, maar het begint natuurlijk wel bij Nylon, die op dat moment tekort speelt, waar hij gewoon diepte moet zoeken. En dan heb je de aansluiting en nu leidt het balverlies of een vrije trap en de bal komt erin. En ja, dat is ongelukkig, maar we hebben het zelf niet afgedwongen. Had je in de eerste helft met Leerdam een strafschop moeten hebben? Nou, ik vind dat we twee penalties moeten hebben, maar we krijgen ieder jaar, begin van het seizoen, een hele mooie uitleg. Dat scheidsrechters gaan letten op verdedigers die aan het shirt van tegenstanders hangen. Nou, wat ik vandaag heb gezien, dan hadden we de vier penalties moeten hebben. Want als je daar op let, en het is allemaal zo makkelijk om op de middenlijn wel te fluiten, want dat doet geen pijn. Maar dat vond ik met name in deze wedstrijd, vond ik dat Blom in dat opzicht alles toeliet en niet durfde om een beslissing te nemen. Ja, verwijt je Immers het missen van met name de tweede kans die jij kreeg? Nou, het rendement is niet optimaal, want er zijn zoveel momenten, misschien deze uit de kluts of die Veldhuizen loslaat, die schiet hier wel ineens met links. Maar ook een beetje geluk mee, een ander schot gaat net naast. Hij is er wel steeds. En ik kan me ook niet voorstellen dat hij het einde van het seizoen op 4 goals staat, maar dat hij er wel meer gaat maken, omdat hij iedere keer op dat moment er is en met een stukje meer overtuiging, maar zowel, en dat geldt eigenlijk ook voor anderen natuurlijk, want je kan niet ontkennen dat we te veel kansen nodig hebben voor de goal. Ja, het lijkt ook wel of met name Cissé zijn vorm compleet kwijt is. Hè? Baat je dat zorgen? Nou, hij is wel de afgelopen wedstrijden duidelijk wat minder. Ja, dat kan. En de mogelijkheden die we gaan krijgen in de voorhoede, dan heb je ook kans om en de mogelijkheid om te wisselen als een speler een mindere periode zit. Want dan heb je iemand achter de hand. Wat is jouw afweging die je vast maakt? Jij maakt elke training mee om Asjebar niet meer kansen te geven. Nou, omdat hij daar nog niet aan toe is. En ik vind dat hij zich verder daarin moet ontwikkelen. En het is een andere type speler. Van anders heb je meer dreiging, meer diepte. Die ik helemaal niet zo slecht vond spelen. Alleen ja, hij is betrokken bij 2-3 momenten waarin een verdediger aan zijn shirt hangt en er wordt niets aan gedaan. Die dreiging had hij wel. En dan gok je op het laatst voor Asjebar. Maar we hebben meerdere spitsen, dus we zullen keuzes moeten maken. Jullie begonnen in de Champions League tegen Kiev met een heel behoorlijk niveau. Hè, hoger dan we met z'n allen verwacht hadden. Is het terecht om dat te blijven gebruiken als referentiekader? Want het lijkt allemaal minder dan toen. Ja, maar ik denk dat het ook aan tegenstanders ligt. Je ziet nu ook dat Vitesse zich aanpast. Sparta-Praag is een type ploeg waar we moeite mee hebben. Kwalitatief betere ploegen, wat Kiev was, individueel gezien. En ook in de Nederlandse competitie kunnen wij altijd heel goed bestrijden. Maar als tegenstanders het een beetje zoeken in het spel wat wij willen en die ruimtes niet weggeven, dan ontstaat er een andere situatie. Daar hebben we best nog wel eens bij momenten problemen mee. Kun je uitleggen waarom je graag Verhoek en Pelle wilde hebben? Nou, Verhoek was altijd al een speler die ik goed vond. Een speler met een actie, met bravoure, met een fantastische trap in zijn voorzet. En alleen op het laatste moment ontstond die mogelijkheid. Aan de andere kant hebben we natuurlijk wekenlang gezocht naar een spits om ons daarmee te versterken. Nou, er waren een aantal jongens die we als mogelijkheid zagen. En daar was Pelle één van. En uiteindelijk kon dat met Pelle wel en anderen niet. Ten slotte, waar was Kostas Lamproen, normaal je tweede keeper? Die was als derde keeper bij de groep en zat niet op de bank. Omdat hij wederom voor de reis naar Praag te laat was. Het was in Kiev ook al zo, hè? Ja, je zegt dat goed. Dus, ja, ben je boos over, neem ik aan? Natuurlijk, want ik vind dat getuigt niet van professionaliteit. En dat verwacht ik wel van mijn spelers.